Ja, het CPB heeft de afgelopen jaren veel kritiek gekregen op de macro-analyse, de macro-modellen. Daar hebben we serieus naar gekeken, alternatieven onderzocht. We hebben ook onderzocht of een DSGE-model goed zou kunnen zijn voor het CPB. En alles afwegend kiezen we voor een spoor om verder te gaan met macro-econometrische modellen en ook veel tijd en aandacht te besteden aan macro-economische analyse. Ja, een model is per definitie nooit af. Dus wat je sowieso doet is aansluiten bij nieuwe empirie en kijken van geeft dat nieuwe informatie over de Nederlandse economie wat je eigenlijk niet goed in het model hebt zitten. We gaan natuurlijk kijken naar de vermogensontwikkelingen van huishoudens hebben de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld. Hebben belangrijke invloed gehad op de bestedingen. Nou, daarvan zijn we de afgelopen jaren niet een heel gelukkige hand gehad, ook in het ramen daarvan. Dus dat biedt een agenda voor om dat te herzien en kijken of we dat op dat punt kunnen verbeteren. Een ander punt wat we ook mee willen pakken is meer aandacht richting verwachtingen. Die spelen een hele grote rol in DSGE-modellen, misschien wel een te grote rol. In een SAFIR-model speelt hij een te kleine rol. Als er volgend jaar een beleidswijziging is, dan doet dat nu nog niks. Dus we gaan onderzoeken of we dat ook beter de verwachtingen in SAFIR mee kunnen nemen. Dus we hebben gekozen voor een macro-econometrisch model, omdat dat het beste ook past bij waar wij als het CPB mee bezig zijn. We willen aansluiten bij de economische theorie en economische ontwikkelingen. Maar we hebben meer eisen dan dat. We moeten ook aansluiten bij de empirie, de actualiteit van elke dag. Van ons wordt gevraagd dat we ook actief en goed ook rekening houden met wat er in het beleid gebeurt, dus beleidsveranderingen meenemen. Dat zijn een aantal factoren die allemaal belangrijk zijn voor het CPB om in onze macro-analyse mee te nemen. En dat kan het beste met een macro-econometrisch model. En alternatieven zoals DSGE of veel meer empirische methoden zoals de Bayesianse VAR, die voldoen daarvoor niet. Er is altijd veel kritiek geweest dat financiën en dat schuldenlast bijvoorbeeld niet meegenomen werd in de economische modellen. Is dat hiermee opgelost? Daarvoor kiezen we eigenlijk een tweesporenbeleid, want het is hiermee nog niet opgelost. En dat komt ook doordat het hele complexe vraagstukken zijn waar de economische wetenschap ook decennia lang weinig aandacht aan heeft besteed. Dus ook in de economische wetenschap wordt daar veel onderzoek naar gedaan. Dus dat onderzoek dat willen wij volgen. En met name ook op ontwikkeling van vermogens. Ontwikkeling van de kredietbenodigdheden van bedrijven, daar willen wij ook onderzoek naar blijven doen. Dus we kiezen heel sterk daarvoor om het via de onderzoekspoot te doen. En afhankelijk van wat daar uitkomt, te zijn de tijd het model ook op aan te passen. Maar op dit moment is het eigenlijk nog te vroeg en ook in de wetenschap zijn nog te veel onzekerheden of te veel alternatieve mogelijkheden. Om het voor ons ook mogelijk en aantrekkelijk te maken om dat al in het model in te bouwen. Dus dat is echt een proces wat nog een aantal jaren zal gaan duren. Hoe gaan we er internationaal met deze modellen om? Ja, we hebben een rondje gedaan langs een aantal instellingen ook in het buitenland. Een aantal centrale banken, maar ook andere onderzoeksinstellingen. Daar wordt verschillend mee omgegaan in het gebied van meer het monetair beleid bij de centrale banken. Daar zie je zowel gebruik van meer DSGE-modellen als ook wel macro-econometrische modellen. Het verschil met wat wij moeten doen is dat hun aanpak toch een stuk geringer is, smaller is. Beperkt is tot monetair beleid en het fiscale beleid kent veel meer aspecten. Wat je daar ook duidelijk ziet is dat gewoon verder ontwikkeld wordt en verder nagedacht wordt over de financiële markten en hoe die in de analyse meegenomen kan worden. En daar zullen wij op aangehaakt blijven.